Zo, verlaten Bonaire, Heidi. Nou, niet leuk. En hier komt Incentive gelijk onze mooring inpikken. Die hebben we gegeven. Kijk, ze gaan onze mooring. Ze hebben een vriend die hun helpt. Oké, doei Bonaire. Doei Bonaire. We gaan nu naar Klein Bonaire. En dan gaan we heel even een half uurtje snorkelen, want het schijnt super mooi te zijn. En daarna zeilen we door naar Curaçao. Laatste zeiltocht. Laatste zeiltocht. Er is bijna geen wind. Echt heel weinig wind. We moeten de snelheid van 5,5 knopen halen als we in het licht meer aankomen. We varen nu hier. En we gaan naar het Spaanse water. Op Curaçao. En we zijn heel benieuwd hoe het daar is. Want de ingang is best wel ondiep. En nauw. Maar nee, goed. Het is nog licht. Dus dat is prima. En dan gaan we hier naar een haventje. En daar gaan we de boot leeg halen. En schoonmaken en klusjes doen. Want de nieuwe eigenaar komt over 3 dagen. Yo. Ah, we did it. Van Nederland naar Curaçao met de boot. Yep. Over 8 dagen vliegen we alweer naar huis. Sorry, zonder zonnebril kan ik niet praten. Voor 8 dagen vliegen we naar huis. En wat we nog gaan doen is windsurfen en duiken. Windsurfen, duiken, windsurfen, duiken, windsurfen, bruin worden, duiken. Duiken, windsurfen, bruin worden. Hallo! Ja, we werden opgehaald door een van onze fans van YouTube. Dat is toch geweldig? Echt heel grappig. En dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zoiets volgens mij. Ze voelen ons wel vereerd, hè? Ja, het is echt heel grappig. Er kwam een klein zeilbootje aan en die helemaal zwaaien om ons heen varen. En aanbieden om ons te brengen en bla bla bla. Ik herkende zijn hoofd van YouTube, want hij is een van degenen die altijd reageert op onze filmpjes. Dat is heel grappig. Hij vaart nu voor ons, hè? Tom, wat doe je? Wat doe jij? Ik ben de laatste dingen aan de boot aan het schoonmaken. Oh? Ah, het is de laatste dag dat we hier zijn. Hoe voelt het? Niet zo fijn. Het is naast jou de liefste van mijn leven. Deze boot. Oh. And who is this? Hi there. Hallo. Hallo. So we met this guy yesterday because when we came in, he came to help us. Yes. We already knew him. Ish. Yeah. It feels like we know each other for a long time already. Yeah, that's really nice. So, what's your name? Alcino. Alcino, and when people sail to Curaçao, they can meet you here, I think. Yes. Well, mostly if they have a YouTube channel, I will see them coming already. So I can go meet them. Nice. I see them on AIS, just like I did with you. Yeah, that feels like a very warm welcome. Yes. And this beautiful boat is yours. Yes. Really nice. One of the two boats you have. One of the two. Same boats. Yeah. Really nice. So, what's your YouTube channel for the people who can follow you? Curaçao 11. Curaçao 11. So, people start following Curaçao 11. En terwijl deze mannen buiten bezig zijn met allerlei klusjes, ben ik bezig met de boot schoonmaken en leeghalen. En het is echt heel erg veel werk. Maar ja, het is wel bijna helemaal schoon. Dus ja, we laten ook veel achter voor in de keuken, want het is natuurlijk handig. En de kastjes zijn verder bijna helemaal leeg.
En hier staat een groot gedeelte van onze spullen. We hebben een gedeelte al weggebracht, want dat wordt naar Nederland verscheept. Dit is denk ik 1/4 van alle kleding die ik mee had. Tom vond dat ik een beetje te veel mee had, maar ik ben een blijvende vrouw. Al zijn kleding zit hierin. In deze twee dingen, voor de hele reis. En ik heb zeg maar 3 of 4 keer dit. Maar goed, hij heeft heel veel gereedschap. Zo hebben we allemaal wat. En ja, hier gaan we nog 1 nacht in slapen en dan zit het er echt op. Dus ik hoop dat de nieuwe eigenaar blij is met de boot. En wij moeten dit nog opruimen. En dan zijn we lekker klaar. Wat zijn al deze spullen, Heidi? Dit is ons leven. Dit was allemaal op de boot. Dus dit gaat allemaal mee naar Nederland. En dat gaan we verschepen, want in het vliegtuig is het te duur. Dus ja, het is alles. Onze kleding, onze barbecue. En hoeveel denk je dat in deze 2 dozen past? Nooit, nee. Hoeveel dan die dozen 4 hebben we? 4 dozen is 1 kuub en ik denk dat wij 2 kuub hebben. Dus ik denk dat wij 8 dozen gaan vullen. Dat is best veel. Dat is best veel, maar ja, het is een jaar lang alles geweest wat we hadden. Dus ja. Hier, een hele tas vol medicijnen van onze reis. Maar dat hoeven we niet mee te gaan naar Nederland, want in Nederland gaan we gewoon naar een dokter en krijgen we wat voorgeschreven. En we kunnen het in het vliegtuig misschien ook wel niet meenemen. Nee, klopt. En algemene dingen heb ik wel voor mezelf gehouden, maar hier heb ik echt sterk spul. Dus dat gaan we bij het Rode Kruis brengen. Ja, oké. Okay. Kijken of we dat dan hebben. In Nederland zou dat niet kunnen, hè, trouwens. Maar... Nee? Nee, in Nederland gooien ze volgens mij alle medicijnen die de deur uit zijn geweest weg. Wat ja, goed is, maar ook zonde, denk ik. Klinkt zo verstof, hè. Ik heb me er wel verdiept, ik ben nogal thuis in medicijnen. Ja. I have an EpiPen as well. Allergic reaction. Met die clofinac. Nou, I will give to the department the nursery. Oké. Okay. Yay! Ze hebben er wat aan. Dus zij hebben alle medicijnen mee. Of alle medicijnen genomen, ze geven het aan de zusters. Wij zijn onderweg naar de Santo Domingo weg. En dat is in een wat minder goede buurt. Flauwe bocht naar rechts. Het is een wat minder goede buurt waar veel armoede is, hebben we gehoord. Dus daar gaan we al het eten en drinken brengen wat we nog op de boot hebben. En kleding en speelgoed voor kinderen. Ik weet eigenlijk niet waarom wij de baan hebben, maar in ieder geval prima. Ja, dus dat gaan we hier doen. Laatste ochtend op je boot, Tom. Ja, het voelt nog niet helemaal echt, maar ik heb het idee dat ik hier morgenochtend gewoon weer zit, maar ik denk niet dat het zo is. Ik slaap zelfs vannacht al iemand op mijn boot, wil ik ergens anders slapen. Dat is wel een rare gedachte. Dus ik geniet er nog even van. Hey, de zijkant glanst heel mooi. Dat zag ik toen ik daar kwam lopen. Ja, heb je dat gezien? Ja. Gisteren even polijst. Heb je nou de fender precies op het stuk waar je over gaat? Dat gedeelte wat je niet hebt gedaan? Ja. Slim, hè? Heel slim. Thanks voor het kijken. Dit was niet de laatste video. De volgende keer zie je namelijk hoe we met een traan afscheid nemen van onze boot. Echt heel emotioneel. Ja, dat zien we. Zo van ons huis. De boot laten we nu achter ons. Doei boot. Daarna komen vrienden op bezoek, verblijven we op een van de mooiste plekken van Curaçao en ontdekken we meer van het eiland.